hij zei ook van, wat is je droombaan? En toen dacht ik, nou, dit komt al wel redelijk dichtbij, maar ja. Goedemorgen, het is 11:15. En nee, ik denk al 11:30 ondertussen, maar ja, zoiets. En ik ben gedoucht en ik heb een jurkje aan voor mijn sollicitatie. En het is dus een ander jurkje geworden dan de video. Echt, het is maar goed dat ik die video heb gemaakt, want ik kreeg ook echt best wel veel commentaar van Sophie. Blootschouders, kan echt niet en niet representatief. En zo zie je maar dat ik nog nooit zo'n soort sollicitatiegesprek heb gehad, want ik had dat gewoon rustig aangetrokken. Maar nu is het dus een heel ander jurkje geworden. Dit is hem. Het is een jurkje dat ook van My Jewelry is. Ik had het eerste intakegesprek met het wervingsbureau de zwarte aan. En deze is dus een beetje grijsblauw. Ik ga hem nog wel even strijken, want ik zie dat hij echt te veel kreukels heeft. En dan kreeg ik ook een reactie van, je kan echt geen kreukels in je jurkje hebben. Dus die ga ik even strijken. Dit is van mijn natte haar, dus dat is verder no problem. So, that's it. Wel een mooi jurkje. Hij is ook wel lang genoeg, denk ik. Ik hoop dat jullie tevreden zijn en dat ik toch een goede keuze heb gemaakt. Het is wel echt freaking warm, maar ja, zodra ik thuis ben, trek ik hem gewoon weer uit. En we overleven het wel, denk ik. Maar wat betreft de sollicitaties wilde ik nog even een aantal dingen zeggen. Want heel veel van jullie reageren heel lief. Maar er zijn ook heel veel vragen. Allereerst, ik weet dat ik heel veel deel in mijn vlogs. Dit is altijd al zo geweest. Ik ben iemand die heel open is. Die altijd vertelt hoe ze over dingen denkt. Waarom ze dingen doet. En dat doe ik met jullie door middel van de vlog. En ik realiseer me dat een werkgever dit eventueel ook zou kunnen zien. Maar wat ik ben in de vlog, zeg maar hoe open en eerlijk, zo ben ik ook in die gesprekken. Ik vind het gewoon heel prettig als iemand direct en open communiceert. Laat gewoon weten hoe je erin staat en wat je wil. Want op die manier denk ik dat je elkaar het best kan helpen. Dus ik heb zowel bij Kruidvat als bij Robert's Pub ook gezegd, ik ben momenteel gewoon op zoek naar een baan die goed bij me past en die me heel leuk lijkt. Omdat ik prioriteiten in mijn leven heb zoals vloggen. Ik heb zo verteld over vloggen dat ik dat doe. Dat weten zij ook. Dat is een hobby die uit de hand is gelopen, waar ik heel veel plezier aan heb en waar ik nog geen afscheid van wil nemen. Want ik verdien er geen geld mee en dat is, ja, het is echt voor jullie en voor mij. Ik vind het gewoon onwijs leuk. Maar dat betekent wel dat het ook heel veel tijd kost en die tijd moet ik het wel gunnen. En dat doe ik, met liefde, elke dag opnieuw. Maar daar past momenteel gewoon niet een baan bij met het, waar ik echt onwijs carrière kan maken. Dus ik heb ook tegen hen gezegd van, weet je, ik heb heel veel ambitie. Ik wil heel graag carrière maken. Maar op dit punt in mijn leven past het even niet. Dus ik zie mezelf over 5 jaar niet meer bij de Kruidvat werken. Ik zie mezelf over 5 jaar niet meer bij Robert's Pub werken. En dat weten zij ook. Zij weten echt, heb ik open en eerlijk gezegd van, weet je, ik wil gewoon nu graag iets, zodat ik weet dat van, oké, ik heb een baan waar ik zekerheid heb, waar ik van kan genieten. En dan kan ik gewoon rustig kijken hoe mijn leven loopt. Dat is gewoon wat ik wil. En dat kan zijn dat dat voor Kruidvat de reden is om mij niet aan te nemen. Omdat zij naar iemand op zoek zijn die ze de komende 10, zeg 15 jaar kunnen aannemen. Dan ben ik die persoon inderdaad niet, maar dan hoef ik die baan dus ook niet. Weet je, ja, dat klinkt misschien heel ondankbaar en dat wil ik niet. Want ik ben heel onwijs blij met die baan bij Robert's Pub en ik heb het daar onwijs naar mijn zin. Dat is ook, ik vond het alle twee leuke banen, anders zou ik er never nooit op gesolliciteerd hebben. Maar het is gewoon hoe mijn leven nu is. Het leven bestaat uit mijn eigen huisje, zelfstandig worden, een baan vinden en vloggen. Vloggen hoort daar gewoon bij en Robert's Pub past heel goed bij het vloggen. Maar inderdaad, ik wil wel graag op termijn ook gewoon iets doen met mijn studie. En dat is journalistiek. En vloggen is niet journalistiek. Die discussie heb ik op school vaak gehad. Dat is niet journalistiek. Ik vertel jullie gewoon mijn leven. Maar heeft wel journalistieke aspecten. Zoals een video editen. Nadenken over hoe je dingen doet en brengt. En ja, dat. Maar ja, blijkbaar had ik niet alles helemaal goed gebracht dit keer en helemaal goed uitgelegd. Dus ik hoop dat het nu een beetje duidelijk is. Dan ga ik me nu eventjes opmaken. Dan ga ik straks mijn haar doen. Het is wel een beetje laat, maar gelukkig mag ik met de auto. Want ja, ik moet wel om 9:30 weg. En als ik met de bus en zo moest, dan had ik nu al weg gemoeten. Dus daar ben ik heel blij om. Want
Oh, dat nachtleven is nog niet mijn pakje aan. Maar dat geeft niet. Het is 1:30, dus ik moet gaan. Ik ben opgemaakt. Ik heb mijn haar niet gekruld, want ja, het is nog steeds een beetje nat. Dus ik kan het nu gewoon nog niet krullen. Dus ik zorg gewoon dat ik er voordat ik naar binnen ga nog even een borsteltje doorheen haal. En dan is het denk ik wel oké. Denk ik. Ik heb mijn jurkje gestreken. Zo hier en daar nog een beetje een... Maar ik denk dat het niet zo erg is, want het is ook wel een suede stofje. Maar hij is wel in ieder geval gestreken. Ik heb mijn favoriete lipkleur weer op, Kansas van NYX. Schoenen. Daarom was ik hier. Ik dacht, waarom was ik hier? En ik doe hakken aan. Wow. Toen zat ik op de vloer. Alleen de hakken die ik aan wil, liggen denk ik boven. Dus doe ik hier nog niks. Maar die zal ik zo eventjes laten zien. En deze schoenen heb ik aan. Gewoon hakken. Open hakken. Ik ben er. Ik sta op de parkeerplaats. Super chill in de cabrio met dit weer. Maar ik ben echt veel te vroeg. Het was echt 10 minuten rijden gewoon. Misschien nog niet eens. En ik wist het eigenlijk wel. Want ik kwam hier met de bus naar school ook altijd langs. Maar ja, dus ik ga nog eventjes 10 minuutjes in de auto zitten. En dan ga ik naar binnen. Ben ik 10 minuten te vroeg. Maar ben ik in ieder geval mooi op tijd. Ik zit in de auto naar huis. En ik ga even naar huis rijden. En dan ga ik jullie alles vertellen. Lekker in de cabrio. Ik zit ondertussen thuis. Ik heb nog eventjes met mijn ouders gepraat. Maar die zijn altijd pleiten. Maar ja, het was gewoon een superleuk gesprek. Het was echt een heel open... ja, gewoon wie ben je? Maar ook van mijn kant, wie is het bedrijf? Wat en hoe ziet het eruit? Wat hebben jullie in gedachten? Waar zijn jullie naar op zoek? En voor mij is het heel duidelijk... Ik vind het een fantastische baan. En ik denk dat die heel goed bij me past. Dus ik hoop dat zij dat ook vinden. Dus ja... Even afwachten. Sowieso is er nog een tweede ronde. En ja, dan hij zei van ja, je hoort gewoon van mij hoe en wat. Niet echt een tijdsbestek, dus dat is gewoon afwachten. En ik heb verteld van nou, ik werk nu bij Robert's Pub. En ja, hoe en wat ik nu doe, dat ik mijn huisje krijg. En ja, waar mijn goede en mijn zwakke kanten... Ik ben gewoon vooral mezelf geweest. Dus, maar het spreekt me heel erg aan. Zowel bedrijf als de functie. En ja, hij zei ook van, wat is je droombaan? En toen dacht ik, nou, dit komt al wel redelijk dichtbij. Maar ja, dat is dan zo, dat ga je dan... Het voelt als het antwoord geven wat je denkt dat hij wil horen, zeg maar. Maar dit is wel echt een baan waarin je kan groeien en... Ja, waar echt een toekomst ligt. En dat is wel heel mooi. Dat is natuurlijk echt wel... Maar, dus ik weet het nog niet, jongens. Ik kan er gewoon nog niks over zeggen. Het is nu weer afwachten. En ik heb ook verteld van de vlog. En hij zei ook, nou, ik ga mijn zoontje vanavond laten kijken. Dus, we'll see. Ik heb een goed gevoel over. Ik liep er echt goed naar buiten. Dat ik dacht, ja, ik vond het een leuk bedrijf. Ik vond het een leuk gesprek. Ik heb er ook wel weer van geleerd. En ik was eigenlijk ook niet eens zo heel zenuwachtig. Ook gewoon omdat ik dacht, wees nou maar jezelf. En leer het bedrijf kennen. Kijk of het een leuk plekje is. En ik vind het gewoon heel belangrijk dat een bedrijf je ziet zoals je bent. En dat ze je daarom ook leuk vinden. Net zoals met het vloggen, wat ik ook vanochtend zei. Dus oké. Maar nu is het eventjes kijken hoe en wat. Ik moet om 6:30 werken. Het is nu 2:30. Ik moet vandaag en morgen en overmorgen voor Pep zorgen, want Nick zit in Berlijn. Dus ik moet in ieder geval nog even richting Peppy. En ik denk dat ik daar dan gewoon eventjes een pizzaatje ga eten. Want ik moet dus 4:45 op het werk zijn. Ja, ik moet echt vroeg eten. En mijn moeder is in Leersum met mijn vader naar de sauna. Ja, dus ik denk dat ik nu gewoon de vrijdagvideo ga opnemen. Dat wordt een video over mijn studie, want daar kreeg ik een aantal vragen naar. Die staat ondertussen al online, dus ik zal even een linkje in de beschrijving zetten. En dan ga ik richting Peppy. Terwijl ik hier eventjes achter mijn laptopje zit, word ik gelijk gebeld dat ik op het tweede gesprek mag komen. Wat? Dat is echt super snel. Ik ben er net 1.5 uur weg. Nou, super goed nieuws, super leuk. Ja, dit is toch echt wel iets wat ik heel graag wil. Wat ik echt heel graag zou willen. Dus waarschijnlijk volgende week donderdag...
Superleuk, superleuk. Ja, ik weet gewoon niet zo goed wat ik nu moet zeggen, want ik ben gewoon heel blij en ik vind het heel leuk. En ik hoopte gewoon heel hard dat ik op het tweede gesprek mocht komen. En ik had niet gedacht dat ik het zo snel zou horen. Dus, goed nieuws, goed nieuws, goed nieuws, goed nieuws, goed nieuws. Ik kreeg de vrijdagvideo even niet lekker. Ik heb echt 8 minuten tegen de camera geluld en toen dacht ik... Nee, ik weet niet. Ik had gewoon nog niet een goed overzicht in mijn hoofd van wat ik wilde vertellen en hoe dan. Dus ik ga het even laten rusten. Dan ga ik er eerst even wat langer over nadenken. Dan kan ik ook nog morgen even met Birdie overleggen. Die heeft natuurlijk ook journalistiek gestudeerd. Van nou, wat moet ik echt vertellen? Wat moet ik echt zeggen? En dan ga ik het morgen nog een keer proberen. Maar morgen ben ik lekker vrij, dus het scheelt alle tijd. Al ga ik wel volledig klussen, maar ik denk dat de video dan ook nog wel goed komt. En dan ga ik nu richting Peppy. Ik heb mijn werkkleren mee. Ik ga even naar de H&M. Want die broek die ik liet zien, ik heb dus gisteren die ene aangehad. Maar de maat is eigenlijk gewoon echt niet goed. Dus ik ga hem even omruilen. En dan kan ik hem straks gelijk aan. Ik ben bij Peppy. Ik ga kapot van de hitte. Het was hier altijd al erg. Maar de airco is ook weg. Ik denk dat Nick er niet meer op had gerekend dat het zo warm zou worden. Het is echt niet normaal. Dus ik heb heel snel mijn haar bestaard. Gekke dat ik nou hier weer film. En ik heb mijn pizza klaargemaakt. Die eet ik even snel hierop. Dan ben ik ondertussen gezellig bij Peppy. Peppy die komt echt naar me toe alsof het nooit anders is geweest. Ik vraag me echt af of dieren dat ervaren. Of ze merken zeg maar van hey, je was er nooit meer. Nu ben je er ineens wel. Of dat het er niet toe doet of zo. Dat ze gewoon blij zijn dat er iemand is en dat het niet uitmaakt wie. Kom eens even hallo zeggen. Hi. Hallo. Hallo lieverd, hallo. Ik denk dat deze mensen jou ook wel een beetje gemist hebben. Net als ik. Net als ik, hè, Peppy. Ja, lieverd. Hi. Hallo lieverd. En aan het werk. Zie jullie later. Het is klokslag 3 uur. En ik kan je wel vertellen... Mijn lampje is uit. Ze zeiden ook al de hele tijd, ze doen ze altijd nog naborrelen, standaard. Ze zei van, Sofie, wat ben je mak? Het is klaar, hè? Ik zei, ja. Ik zei, weet je, dat borrelen, ik vind het super gezellig. Maar het zit er gewoon nog niet in bij mij. Dan denk ik, ja, als ik dan om 2 uur klaar ben, waarom zou ik het dan 3 uur maken? Ik wil dan gewoon naar huis. Maar ja, het is ook wel gezellig, hoor. Dus je weet je, het is niet... Het is ook voor je 2, 3 uur, maar... Ik zei ook, het zit er gewoon nog niet in. Ik wil gewoon, als ik klaar ben met werken, lekker mijn spullen pakken en naar mijn bed toe. Maar ja, dat nachtleven, dat zal wel wennen, denk ik inderdaad. Ik ga lekker douchen, naar bed. En ik zie jullie morgen weer. Ik hoop dat je het leuk vond en dat je morgen weer kijkt. Slaap lekker, tot morgen. Ik wacht even tot ik nog 1 glimlach kan doen. Ja, tot morgen. Goedemorgen. Vandaag krijg ik de sleutel van mijn huisje. En ik ben een beetje laat. Het is 9:15. We moeten over een half uurtje weg.